aan gas bewaard wordt. De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat de gasflessen verhit worden en ontploffen. Zelfs de kleinste explosie kan tot een enorme klap leiden. Want als er één gasfles gaat, dan gaan ze allemaal. En het zijn er duizenden. Terwijl de wijde omgeving wordt geëvacueerd, schieten ook helikopters te hulp om het gas koel te houden. Maar het mag allemaal niet baten. De vlammen blijven om zich heen grijpen en de brandweer kan niet voorkomen dat het propaangas te heet wordt. Eén tankwagen ontploft. En zoals verwacht is dit nog maar het begin. De levens van duizenden mensen in de omgeving zijn in gevaar. Explosion blew flames up to 400 feet high. I thought the entire building was going to collapse down on top of us. En het wordt nog ernstiger. De betonnen vloer van de loods is aan stukken gereten. En nu staan ook de gigantische ondergrondse gastanks aan het vuur branden. Het lijkt onmogelijk om deze situatie nog onder controle te krijgen, maar de brandweermannen blijven hun leven op het spel zetten door het te proberen. De ondergrondse tanks begeven het. De hele stad schudt op zijn grondvesten. Er ziet een enorme vuurbal aan de hemel. De schade die de explosie aanricht is onvoorstelbaar. 60 mensen raken ernstig gewond. Maar de ramp heeft geen levens geëist. 2 dagen later is het gas eindelijk opgebrand. Maar de herinnering aan de ramp zal nog heel lang blijven.